Nou, vriendjes, jongens, wat vinden jullie van het dak? Ik vind het hartstikke geweldig. Ik voel me net als werelds slechtste architect. Het kan niet beter, echt niet. Hey, makkers! Oké, luister, voordat de video begint, heb ik wat uit te leggen. Oké, vorige aflevering Minecraft Survival nummertje 28, heb ik te veel opgenomen. Ik had nog 6 minuten over en die heb ik niet in de video gepropt, omdat de video anders te lang zou worden. In die 6 minuten heb ik een redelijk stuk aan het dak gewerkt. En dus als je zometeen het dak ziet, niet schrikken, want ik heb de opname, die 6 minuten die ik nog had, heb ik verwijderd met mijn domme hazes. Ik ben echt fucking boos op mezelf, serieus, ik heb mezelf zo wat geslagen. Ik kan echt niet tegen zulke dingen, daar word ik zo fucking boos van, maar oké, maakt niet uit. Nou ja, vind ik wel, maar oké, voor jullie is het waarschijnlijk niet zo heel erg, het is maar een klein stukje eigenlijk. Maar dus, dat jullie het weten, als jullie zometeen het dak zien, dat het niet is van, oh my god, what the fuck happened? Maar dat het gewoon is van, oh oké, hij heeft nog 6 minuten aan het dak gewerkt, wat wij niet hebben kunnen zien. Jongens, geniet van de video. Joejoe. Yo, de kijkers van GameWorld.nl, mijn naam is Wessel en welkom bij de 29e aflevering van Minecraft Survival. Jongens, ik ga verder met het dak. Ja, waarom zeg ik dat zo snel? Omdat ik het gewoon echt heel graag af wil maken vandaag. Dus daar ga ik ook lekker meteen mee bezig. Ik ga even kijken waar ik ook weer gebleven was. Oh ja, dit zat er wel op. Kijk eens aan. En ik heb hier een mooi trapje gemaakt. En dan kunnen we hier omhoog. Oké. Nou, dit krijg ik makkelijk af, joh. Oh, ik was helemaal vergeten. Ja, er heeft natuurlijk een tijdje tussen gezeten. Au, sinds de laatste video. En tenminste sinds de laatste Minecraft video. En het moment waarop ik het nu aan het opnemen ben. Heb ik trouwens helemaal geen steen meer. Heb ik geen smoothstone meer. Heb ik dat? Oh mijn god. Dit wordt wachten, jongens. Dit wordt wachten. Zo, dat was wel een hele snelle intro. Nou ja, hoe dan ook. Maakt ook helemaal niet uit. Ik ga gewoon lekker de pompoentjes hakken. Zodat ik weer lekker wat pompoentaart erbij kan maken. Want ik heb nog maar 23 pompoentaart. Dus daar mag op zich wel eventjes weer wat bij op. En ik wil binnenkort ook weer beginnen. Tenminste, ik wil binnenkort gaan beginnen met een grote farm. Alleen ik weet nog steeds niet hoe ik dat wil gaan doen. Dus daar moet ik nog steeds eventjes wat onderzoek naar doen. Heb ik hier nog wat pompoenen in zitten? Ja, 9 stuks. Hier heb ik... Oké. Ik kan best wel heel wat pompoenen maken. Pompoenta maken. Shit. Heb ik alleen wel wat meer eitjes nodig. En wat meer sugarcane natuurlijk. Nou ja, oké. Ik heb 64 sugarcane. Dus daar ga ik zo meteen weer lekker mee terug. Maar ik ga eerst toch even kijken wat daar zit. Want ik zei in de vorige aflevering van... Hey, wat is dat holy shit. Wat is dat holbewonergrotje? Wat is dit? Dit is één gekke cave, joh. I'm out of here. Nope. Want er zit natuurlijk helemaal niks. Maar ik wil toch kijken wat... misschien kunnen we er wat leuks mee doen, weet je. Ik geloof trouwens dat ik stiekem al zag dat er helemaal niks in zat. Dat het gewoon letterlijk ophield na een paar blokjes. Ik weet het niet hoor. Ik ga toch even kijken. Vind ik leuk. Want dan kunnen we de toekomstige villagers in onze stad vertellen dat hier holbewoner Bob heeft gewoond. Is dit het? Ik geloof het wel, hè. Nou, dan heeft holbewoner Bob een flink gat gegraven. Holbewoner Bob, wat heb jij gedaan, jongen? Ik heb zeker geen fakkels. Nope. Wel cool, en ik heb nog een aantal stokjes bij me. 3 stuks, dus dat is mooi. Ga ik die gewoon eventjes gebruiken. We moeten toch wachten. En het dak is toch eigenlijk binnen no time af. Oh, waar is dit, jongens? Een doodlopend iets. Oké, dat is zeer interessant. Nou, ik ga er wel gewoon eventjes lekker fakkeltjes in gooien. Want dan hoor ik tenminste geen gom hier vandaan komen. Ooit, I don't know. Zo, oké, terug naar huis. Lekker zwemmen! Hoppakee, en weer boven water. Hier hebben we ook gewoon 1, 2, 3 fucking tunnels zitten, jongen. Slaat helemaal nergens op. Oh ja, en dit hebben we natuurlijk ook nog. Hey, ja, dit was in een van de eerste afleveringen, Hallo Element, dat ik dit zag. En ik dacht, wow, vet. We moeten toch een keertje ingaan. Die Element maakt me wel een beetje bang. Maar oké, dat hoort erbij. Oké, het wordt nacht. Ik ga lekker naar huis. Ga ik in mijn bedje slapen en hopelijk is er morgen vroeg het steen klaar. Met bakken, koken, stoven, braden, la. Hé, het is gewoon letterlijk klaar nu. Oh, wat perfect. Oh, ik heb geen ruimte in mijn inventory. Tuurlijk heb ik geen ruimte in mijn inventory. Ik zou ook eens een keer wel ruimte hebben natuurlijk, hé. Hartje knee. Even wat pompoentaartjes. Een stek suiker. Lekker wat pompoentaartjes. Ik drukte op die knop, dank je. En nog wat pompoentjes. Nog wat eitjes. Toppie. Nou ja, ik heb nu weer way too many veel pompoentaartjes. Maar dat maakt niet uit. We gaan lekker slaan.
Laat ook maar zitten. Wacht, heb ik geen steen meer? Dat is onmogelijk. Ik heb sowieso... Nou joh, ik geloof dat ik geen steen meer heb. Oké, snel eventjes in die kist koekeloeren. Nou joh, hier zit ook helemaal niks meer in. En in die andere kist ook niet. Ik heb gewoon niet genoeg steen. Nou ja, dan maar 58 steen in elke oven gooien. Dat vind ik ook helemaal goed. Oké, wat gaan we hier eens mee doen? Stone bricks. Zo, dat ging helemaal fout. Tuurlijk, ik kan ook... Het is zo'n dag dat ik gewoon niet iets goed kan doen. Nee, in één keer. Let's go. Nou, dan moeten sowieso allemaal eerst stone bricks van gemaakt worden. En dan dit. En dan besef je dat je eigenlijk nog best wel wat had. En dan voel je je een beetje dom. Oké, maakt niet uit. Waar het om gaat is dat dat dak af is zometeen. Oké, dit wordt irritant. En toch denk ik dat ik niet genoeg steen ga hebben. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n voorgevoel. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik denk gewoon zo. Lijkt mij een uitstekend plan. Ik heb ook niet genoeg birchwood blocks. Dus dat gaat ook nog een klein probleempje worden. Maar dat is niet zo'n gigantische ramp. Want heb ik hier nog wat? Nope. Ik heb nog wel slabs. En nog meer slabs. Dus ik kan die ook gewoon gebruiken, weet je. Dan ga ik maar eventjes tegen mijn eigen regeltje in. Waar kwam die spin vandaan? Hoe zit jij hier te chillen dan? Je gekke man. Je gekke spin. Doe eens even normaal, joh. Doe eens even normaal. Hup. Nou ja, dat doen we maar gewoon op deze manier. Vind ik ook helemaal prima. Anders is het ook zo zonde. Dan heb ik die dingen in de liggen. Gebruik ik ze niet. Ja, hallo. Nog 10 stuks nodig. Kijk eens aan. Huppakee, huppakee. Nou, en nu dus dit. Ik moet trouwens eventjes denken of dit niet beter zou zijn met slabs. Nou ja, voor nu laat ik het maar gewoon eventjes zo. Net dat hoekje om. En dan hebben wij meer stone bricks stairs nodig. Gelukkig kunnen we dat redelijk snel en simpel maken. 48 stuks, dus dat moet wel goed komen. Ja, nou ja, nu is het weer tijd voor slabs. Ja, maar kijk, dit gaat niet werken, hè. Ik heb ook gewoon geen bel bij me. Potverdikke me. Bel. Nee. Hout. Ja. Bel. Oké, genoeg gezeurd. Let's go. Hak zo'n bomen om. Ah joh, ik hak gewoon dit hele aangelegde bos om. Waarom ook niet? Fuck alles. Nou, bijna de inzien doe ik dat toch maar niet. Te veel werk. Lekker bezig. Nonder je. Huppakee. Ik vertrouw het niet, dat is waarschijnlijk niet voldoende. Oké, dit. Ik denk wel dat dit voldoende is. Staartje. Oh, ik had bij lange na wel genoeg. Oh, dammit. Ach ja, maakt ook niet uit. Huppakee, nu kunnen we dit weer gewoon lekker voortzetten. Toch vind ik het er een beetje raar uitzien. Maar oké, dat kunnen we later nog fixen. En dan heb ik nog heel wat birchwood planks over. Hup. Hupsakee. Oké, dan dit en dit en dit. En dan ga ik dat echt niet zo doen. Kijk, ik kan het zo doen. Maar zo retarded ben ik nou ook weer niet, hè. Nou ja, ligt er al aan wie het vraagt, maar dat maakt niet uit. Kijk, dan wil ik hier wel slabs hebben. Alleen dat ik nou net niet voldoende heb voor stone slabs. Stone brick slabs dan, hè. Ik geloof ook niet dat ik die ooit gebruik. Waarom gaat dit dan opeens zo snel? Wat is dit van onzin? Oké, prima, stone bricks. Njong. Boom. Ik maak er maar wat meer voor het geval dat ik iets wil aanpassen. Dat moet goed zijn. En het wordt bijna nacht, dus is dat ook weer gefixt voor zonsondergang. Nou oké, er zit een beetje een hoogteverschil in, maar laten we eens kijken hoe het er van een afstandje uitziet. Al mijn benen, met een zonsondergang op de achtergrond, jongens. Oké, komt ie. What the fuck? Misschien even een ander aanzicht. Eventjes het zee-aanzicht bekoekeloeren. Ziet op zich wel geinig uit. Oké, achteraanzicht. Ja, ik vind het op zich wel goed. Allemaal bloempjes, het zijn boompjes, maar dat maakt niet uit. Hop. Get the fuck out. Nee, jij bent niet welkom. Ja, schud maar nee inderdaad. Hey, als je mijn poen opblaast, ik fucking steek je in je fucking achterwerk. Wat ben je gek aan doen, joh? Met je pirouetjes. Neer. Oh, hij is nog niet neer. Ah ja, slapen. Ik ben helemaal klaar mee. Fuck alle monsters. Van iets verder dan. Juist. Oké. Ik zoek het eventjes hoger op. Wat is hier trouw? Holy shit, dit is één grote vlakte, joh. Waarom zijn jullie geen koeien? Echt waar. Potverdikke me. Ah, die fucking klok. Die kutbal staat nu in de weg. Auw. Oké, ik ben helemaal in de sneeuw. Oké, dat is kijk. Dat dak is zo verdomme puntig. Net iets te puntig als je mij vraagt. Lekker in de sneeuw. Oh, die shit, wat de hel? Oké, lava. Oké, een groot gek gat. Eenzaam boompie. What's going on here? Niemand die het weet. Oké, ik ga lekker gevaarlijk doen. We gaan lekker naar beneden zo. Oh, kut. Auw. Ja, maar hij moet niet echt heel veel platter hoor. Gewoon ietsjes. Gewoon eventjes het topje eraf hakken. Ik kan een hele flauwe grap maken nu, maar dat ga ik niet doen. Jij weg. Oké, wacht. Waar is alles nou? Nee, oké. We kwakken dit hier gewoon eventjes neer. Maar goed dat ik meer stone brick slabs had gemaakt, want anders had ik dit niet kunnen doen. Wacht, en dan doen we gewoon... Dit doen we nog zo. Want ik denk dat dat goed is. Hopelijk is dit beter. Ik vind het beter. Laten we dat er ook vanaf halen. Ik ben nog niet echt snel tevreden, jongens. Ben ik altijd zo kieskeurig lul? Wacht, ja, dat is eigenlijk wel zo. Zo dan, lekker vlak. En toch ziet dit er dan ook weer een beetje apart uit. Nee, oké. Gewoon even kijken. Kan ik vanaf hier naar opjumpen? Nee. Bam.
Van een afstandje ziet dit er beter uit. Ja, kijk, huppakee. Dit is prima. Ik zeg, het dak is bij deze af. En nu dit nog. Nou, dat is very simple. We just go and do this, yes? Because probably I'm going to do the very stupid, but doesn't matter. Ik heb echt geen idee hoe dit eruit gaat zien, maar... Hey, we zien wel. Hartstikkee, nog meer birchwood, de plankjes. Haha, nu zit het dicht. Haha, nu niet meer. Dit eventjes opbakken. No, ze passen niet meer in mijn inventory, nu wel. Oh shit. Nou, dan moeten we deze eventjes weghalen en vervangen voor hekjes. Laat ik nou net geen hekjes bij me hebben. Ja, en dan moeten natuurlijk ook nog raampjes in hier, maar dat komt wel. Dat is nu eventjes niet aan de orde. Het doet een klein beetje pijn, maar hij staat gewoon in de weg. Het is tijd dat ik hem afbreek. Birchwood fences? Nee, ik wil ook wood, om heel eerlijk te zijn. 11 stuks, ik denk dat ik er nog wel iets meer nodig heb. Zo, 17 stuks, zodat dat genoeg zijn, we zullen het zien. Ik hoop het van harte. Ja, hier hebben we genoeg voor, toch? Ja, zeker wel. We hebben er zelfs nog wat over. Wow. Er moet nog een deur in en een gat voor een raampje. Ik heb nog heel wat iron, wat ik eigenlijk wil gaan smelten. Oh mijn god, ik heb heel veel iron. Ik heb gewoon 2,5 stack iron ore. What the hell? Oké, laten we dat lekker gaan smelten. Daar komt die XP aan, jongens. Heerlijk. Ik ben er nog steeds niet tevreden mee. Het spijt me. Ik ga het veranderen. Ik ben er nu toch mee bezig, dus kan ik het net zo goed doen in één keer. Huppakee, de pompoentrap wordt herbouwd. Ja, nee, het ziet er niet uit. Het is gewoon te hoog. Het is simpelweg te hoog. Ik wil meer stormbreak slabs hebben. Dus ook wat tijd om een keer naar de mine te gaan, want mijn steen is weer op. Oh wel, ik heb hier nog wel iets. En ik had hier nog wat gedumpt. Oh my god, ik had hier nog gewoon fucking hekjes. Oh, ik wil veel slabs hebben. Oké, dit zijn er misschien iets te veel. Nou, oh wel, nee, zeker niet, zeker niet. Maar bij Minecraft denk je altijd dat je genoeg hebt, maar je hebt nooit genoeg. Zo gaat dat in dat spelletje. Oh, hoe ga ik... Oké, ik wil het niet al te hoog. Wacht even, ik ga gewoon met slabs werken vanaf deze. Ja, oké. Okay. Oh, dan mag ik dat hout ook weer lekker weghaken. Woohoo! Very fancy. Oh mijn god, dit is zo zonde. Ik ben gewoon letterlijk niks opgeschoten dus. Oh mijn god. Can I just go schamen in een hoekje? Oh nee, wat heb ik gedaan? Dit is ook gewoon veel. Dit is gewoon letterlijk veel. Wat ik weg moet halen. Ook zonder van mijn pickaxes, want er is over eentje kapot. Nou ja, weet je wat? Ik heb genoeg van het dak laten zien deze aflevering, denk ik. Dat is het enige wat we gedaan hebben. Ik zie jullie straks wel terug als ik dit allemaal heb weggehaald. Als ik hier nou gewoon nog een beetje XP voor kreeg. Maar nee, ik verneuk gewoon al mijn pickaxen. Dat is gewoon basically wat ik aan het doen ben. Oké, het steen is weg. Nu ga ik dit even weghalen, want zo hoog gaan we namelijk niet. Oh, mijn bel is ook bijna kapot. En deze laag moet ook nog weg. Ja, oké, ik zit zo meteen zonder bel. Toppie. Nou, ik heb wel weer een heleboel birchwood planks zo meteen. Hè? Oh, 3, 2, 1. Oh, nee, kut. Eentje te vroeg. Janken. Ben ik even blij dat ik alles voor cobblestone maak. Ga me niet vertellen dat ik geen cobblestone meer heb. Oh my god. Oh, ik heb hier nog. Ik maak er gewoon 2. Waarom ook niet? Oké, dat zou op zich wel goed zijn. Laat ik nu eens een keer met die slabs bezig gaan. Want daar gaat het uiteindelijk om. Oké, ik wil hem dus niet te hoog hebben. Dus wat doe ik? Ik maak gewoon weer een randje hieromheen. En dan hopelijk dat er een beetje uitziet. Ik ben zo bang dat ik hier ook weer niet tevreden mee ben. Hè? Holy shit. Ja, zie de gamo. Dat is alweer een halve stek die op is. Ja, nee, ik heb niet genoeg stonebrick slabs. Oké, top. En dan kunnen we hier gewoon normale stonebricks voor gebruiken. Want hier kunnen we niet verder omhoog. Dit is goed. Ja. De vraag is, ga ik hier gewoon genoeg voor hebben? Want het wordt alweer bijna nacht. Hè? Zo lang ben ik dus alweer bezig. Oké, hier kunnen we weer een beetje planks voor gebruiken. Ik heb er dus één rijtje te veel van weggehaald. Maakt niet uit. Zo. Ja, ik kan wel de hele tijd zo zeggen, maar dat heeft ook helemaal geen zin. Dan dit. Kom op. Zo ziet het er best wel prima uit eigenlijk. Wacht. Dit zie je. Oké. Hier kan ik wellicht tevreden mee zijn. Auw, god onder je. Geef me dat taartje. Snel, voordat het nacht wordt. Ja, dit is een stuk beter. Dit is zoveel beter. Oh my god. Alleen er mist iets. Ik weet niet wat, maar er mist iets. Of ik verbeeld me maar gewoon. Dat kan natuurlijk ook nog. Waarschijnlijk verbeeld ik me wel. Wat kan er... Wat kan er in godsnaam nog aan missen? Het is een dak. Kom op. Nou, vriendjes, jongens, wat vinden jullie van het dak? Ik vind het hartstikke geweldig. Ik voel me net als werelds slechtste architect. Het kan niet beter. Echt niet. Dit is een prima dakje, jongens. Dit is echt een heel prima dakje. Ik ben er zeer tevreden mee. Het duurde even, maar hey, dan hebben we ook wat. Maar jongens, daar ga ik het wel bij. Laten we deze video. We hebben een hele tijd aan het dak zitten werken. Dat is eigenlijk het enige wat we gedaan hebben vandaag. Ja, hey, leuk man. En we zijn natuurlijk naar de grot van hobbelwoner Bob gegaan. Misschien ga ik een hele backstory creëren voor hobbelwoner Bob. Lijkt mij op zich wel een leuk idee. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar hey, geinig. Humor. Moet er ook zijn. Toch? Ja, nee, oké. Ik ben ook gewoon totaal niet grappig. Jongens, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik vind het geslaagd, want we hebben eindelijk een dak op dit fucking huis. Helemaal goed. Dus jongens, voor nu ga ik zeggen bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en bedankt voor het abonneren. En ik zie jullie weer bij een nieuwe video hier op GameWorld.nl. Jongens, later!